Op 20 januari troffen hulpverleners in de Nijmeegse Waalhaven een auto aan met daarin het lichaam van een 59-jarige vrouw uit Nijmegen. De vrouw werd sinds 28 december vorig jaar vermist. Stichting Signy Zoekhonden wist de auto op te sporen. De vermissing hebben wij in de media gevolgd eigenlijk. En op een gegeven moment hebben we gezegd van god, misschien dat wij iets kunnen betekenen. Dan zijn we eigenlijk gewoon zelfstandig op zoek gegaan. Ook met deze boot. Signy Zoekhonden is opgericht in 2004 en heeft als doel om vermiste personen op te sporen met behulp van boten, drones en zoekhonden. Maar hoe gaat het opsporen van een auto en lichamen in het water in zijn werk? Wij gaan mee met vrijwilliger Roger van Zon. Ja, vandaag gaan we kijken naar of de hond reageert nog op auto's die we eerder gezien hebben. Dus we zullen met de boot daar langs gaan varen en dan gaan we kijken wat de hond doet. Normaal gesproken is de hond opgeleid om te gaan kijken water boven het water geur te pakken. En als hij geur pakt, dan zul je hem enthousiaster zien worden. En op een gegeven moment, als de hond de geur uitgewerkt heeft, op het sterkste punt zal die springen. Nou, eigenlijk alles wat onder water ligt, zeg maar, en voornamelijk ook mensen die onder water liggen, die geven toch nog een bepaalde geur af. Hè? Dat komt omhoog. En de hond die pakt dat dus op de oppervlakte van het water, kan die geur waarnemen. En hoe trainen jullie de honden? De honden worden eigenlijk op een aantal verschillende manieren getraind, bijna dagelijks. Dat is mentrailen, dus dat is echt het volgen of het zoeken op een hele specifieke geur van mensen. Dus die lopen sporen uit, de hond krijgt de geur aangeboden van die persoon en die gaat het spoor nalopen om die persoon te zoeken. Maar ook bijvoorbeeld puinzoeken doen we, dus op sloperijen, op gebouwen die afgebroken worden. Nou, daar wordt dan op dood en levend gezocht, hè? Dus mensen verstoppen zich daar gewoon. Of we hebben een dode geur, zeg maar, die verstoppen we ergens en dan moet de hond die zoeken. De hond duikt in het water en ontdekt een auto. Onduidelijk is nog of er stoffelijke resten in het voertuig zitten. Signy lokaliseert de omgeving, maar hoe nu verder? Dit is een vaarwater, dus je kunt hier niet zomaar gaan duiken. He, dus dan wordt er in feite beroepsduikers ingeschakeld. Dat wordt dan gepland met Rijkswaterstaat en in overleg met politie. Dan worden die auto's afgedoken om te kijken, ja, is dat een vermiste? He, of missen we die auto? En wat vaker voorkomt is ook dat het gewoon dumpauto's zijn bijvoorbeeld. Daar zitten gelukkig dan nog geen mensen in. Maar Het is er natuurlijk ook een verdrietige kant aan. Ja. Hoe schakelt u daar tussen? Ja, kijk, als je te maken krijgt met vermissingen en dergelijke, blijft altijd een heel verdrietige kant voor de familie natuurlijk. Als je aan de andere kant iets kunt betekenen voor de mensen, hè, of om te blijven zoeken, of om toch een uitsluitsel uiteindelijk te kunnen geven waar een persoon is gebleven, dan heeft dat ook wel weer iets moois. Hoe verdrietig de situatie eromheen nog is natuurlijk. Nou.